En dat vind ik echt een gemiste kans. Te meer, ja, daar we nu dus zonder instrumenten zitten, zonder wettelijke borging, zonder democratische legitimatie van eventueel nieuwe maatregelen. Wat ga je dan krijgen? Dat de minister weer via aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio noodverordeningen oplaat maken. Dan gaan we dat land weer regeren via de voorzitters van de veiligheidsregio's en noodverordeningen. Terwijl we dat nou juist niet meer wilden. Want we wilden die democratische legitimiteit van die maatregelen zo graag groter hebben. Heb je een verklaring voor, want dit is precies ook het probleem wat in mijn gesprek met Ernst Kuipers deze week met de minister aan de orde kwam. Die dus eigenlijk gewoon niets in handen heeft. En dus ook heel snel, omdat die tijdelijke wet uiteindelijk weg is gedaan door de Eerste Kamer, heel snel iets anders in elkaar moet ritselen. We gaan straks nog wel over die hiaten praten daarbinnen. Maar eigenlijk heeft hij gewoon niet zoveel in handen. Nee, en daarom zou ik dus ook zeggen, Jolande Sap, je mag het kabinet aansporen. Ja. Maar spoor alsjeblieft ook de wetgever, de medewetgever, dus die Tweede en die Eerste Kamer aan, om ook een beetje tempo te maken bij de verantwoordelijkheid die zij hebben. Mm-hmm. Want je zal zien, als we niet uitkijken, dan hebben we straks daar weer grote en meeslepende debatten over het feit dat het allemaal te laat, te laks en niet ver genoeg is gegaan. Terwijl zij zelf aan de knoppen zitten om de overheid de instrumenten te verschaffen, mm-hmm, om in geval van nood maatregelen te kunnen nemen die ze dan ook nog eens een keer democratisch gelegitimeerd kunnen controleren. Dus pas op uw zaak en zorg ervoor dat er niet te veel debatten over allerlei futiliteiten plaatsvinden. Maar zorg ervoor dat ook de overheid voorbereid is door die wetten, mm-hmm, zo snel mogelijk te gaan behandelen. En je zegt al futiliteiten. Je hebt natuurlijk zelf ook heel lang in die Kamer rondgelopen. Heb je een verklaring voor waarom die urgentie dus blijkbaar niet in de Kamer gevoeld wordt om het hierover te hebben? Nou, nee, die verklaring heb ik niet en die wil ik ook niet hebben. Want ik vind echt gewoon dat ieder zijn aandeel heeft in het proberen te voorkomen dat we met corona weer in zo'n ellendige situatie terechtkomen als 2 jaar geleden. Ondernemers hebben laten zien door plannen te maken wat zij kunnen. De zorg heeft dat laten zien. Het onderwijs, de culturele sector. Laten we dan ook vanuit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer ervaren en zien dat de bereidheid, mm-hmm, om daar ook de goede stappen te zetten er ook is. En met de urgentie die de samenleving ook van hen vraagt. En dat betekent inderdaad even iets minder spoeddebatten en iets meer hard aan het werk op die medewetgevende taak. Ja. Uiteindelijk heeft Jolanda Sap een aantal dingen gezegd. En een van de belangrijke punten die zij ook naar voren brengt, ga ook iets anders naar zorg kijken. Coronapatiënten hebben altijd voorrang gehad op andere patiënten, kankerpatiënten. De hele samenleving is uiteindelijk op slot gegaan door alles op die coronapatiënt te richten. En zij zegt, maak andere afwegingen daarin. Hoe kijk jij daarnaar? Daar kan ik me wel iets mee bij voorstellen. En we kunnen ons dat op dit moment ook permitteren. Hè? Omdat we op dit moment met een variant van dat virus te maken hebben die minder ziekmakend lijkt te zijn. En met de vaccinaties die we op dit moment hebben, betekent dat ook dat er minder mensen op de IC terechtkomen. En dat is iedere keer de rode vlag geweest in de afgelopen tijd. Hè? Die IC-capaciteit die was iedere keer bepalend, leidend, voor de ernst van de maatregelen die genomen werd. Wat ik wel heel erg hoop, en daarin geef ik Jolande heel erg gelijk ook. We hebben natuurlijk in de verpleeg- en verzorgingshuizen, waar mensen langdurig worden verzorgd, echt hele schrijnende, dramatisch, tranentrekkende situaties gezien. Van mensen die vanuit het ook oogmerk om ze zo goed mogelijk te beschermen tegen dat virus, afgesloten werden van de wereld, afgesloten werden van hun kinderen, van de mensen die hen het meest dierbaar waren. En ik hoop echt dat we in dat opzicht de balans op een andere manier door laten slaan. Jullie zelf ook als burgemeesters, dat jullie daar ook meer voor moeten gaan staan eigenlijk. Absoluut. Daar heeft zich echt een stil verdriet voltrokken. Ja. Wat we niet opnieuw mogen laten gebeuren. En waar we dus ook die verzorgingshuizen de ruimte mogen geven om een bredere afweging te maken, ook rondom de kwaliteit van het leven van deze mensen. The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Lisbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn en voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. We gaan straks ook in het tweede half uur nog praten over het coronatoegangsbewijs, hoe we met scholen moeten omgaan, want er zijn ook daar allerlei zorgen om de boel te ventileren, terwijl de energierekening natuurlijk torenhoog is. Maar laten we ook even een moment pakken om terug te blikken, want dat is heel erg belangrijk eigenlijk om te leren hoe je in het hier en nu en de toekomst verder moet. Aan het begin van het jaar schreven jullie aan het kabinet samen met andere burgemeesters: we willen geen chaos, herzie het beleid. En jullie deden dat op het moment dat eigenlijk het draagvlak voor maatregelen in de samenleving verdween. Wat waren toen de problemen waar jullie mee geconfronteerd werden? Dat we, ook wij als burgemeesters, niet meer konden uitleggen waarom de maatregelen waren zoals ze waren. We konden, en je wil als burgemeester, heb je aan de ene kant die verantwoordelijkheid van burgervader of burgermoeder, wil je naast je eigen inwoners staan. En tegelijkertijd zijn wij verantwoordelijk voor het naleven en het handhaven van de regels die in Den Haag zijn bedacht. Dat gaat meestal heel goed. En in het begin van die coronaperiode ging dat ook goed. Maar afbouwen van maatregelen is altijd heel erg ingewikkeld. En ook wij konden niet meer uitleggen dat mensen wel naar de IKEA mochten, maar niet naar de bioscoop. Dat je wel in een park met vrienden een thermoskan koffie leeg kon drinken, maar niet op het terras bij een horecaondernemer mocht gaan zitten. En op het moment dat maatregelen niet meer uitlegbaar zijn, kun je ook mensen niet meer motiveren of overtuigen om ze na te leven. En toen kwamen wij, ook als burgemeesters, meer tegenover onze eigen inwoners te staan dan dat we nog naast hen konden staan. En nou, dat was, en dat hebben we natuurlijk eerst via de diplomatieke weg geprobeerd. Hè, want burgemeesters zijn ook hele nette mensen die in dat overleg met het kabinet iedere keer hebben gezegd van: jongens, dit gaat niet meer, dit moet anders. En daar werd in onze beleving op dat moment onvoldoende naar geluisterd. Dus ja, toen moesten wij ook dan maar met een open brief die in verschillende kranten proberen daar aandacht voor te vragen. Ik kan me ook voorstellen dat jullie als burgemeesters onderling ook heel veel hebben gediscussieerd. En dat dat misschien ook, hè, want je moet daar ook naast elkaar staan, maar dat je ook misschien wel een beetje tegenover elkaar komt te staan. Nou, en of. Kijk, ik was de heks op bezemsteel op het moment dat de terrassen in Alphen aan de Rijn niet open mochten, terwijl bij de buren oogluikend werd gedoogd dat er gedurende een bepaalde tijd de terrassen wel open gingen. Dus ook daar wordt het dan op een gegeven moment in de collegialiteit spannend. Want iedereen staat aan de lat om diezelfde wetten en regels na te leven en te handhaven. En als de een dat dan toch op een iets andere manier invulling geeft, soms ook gedwongen door lokale omstandigheden, dan de ander. Beetje oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, en de een, kijk, die openbare orde die dreigde natuurlijk op verschillende plaatsen wel in het geding te komen. Mm-hmm. En dan moet je lokaal een afweging maken van: wat is nou het meest erg? Dat ik